Als ware atleten lopen de tellers de arena in. Ze doen mee aan een serieuze uitdaging. Het centraal tellen van de stemmen. Er ligt wel een druk op uw schouder. Absoluut, we moeten het ook heel secuur doen. Ja. Sterkte ermee dan. Ja, dank u wel. In Nederland doen nog 74 andere gemeentes mee aan de proef. In de sporthal gaf de burgemeester het startsein. Heel veel dank dat u allemaal bereid bent gevonden om mee te gaan tellen voor de gemeente Langendijk. Ik zou zeggen, tellers klaar, tellen maar. Onderzocht wordt of centraal tellen sneller gaat en nauwkeuriger is dan normaal. Gisteravond hadden we de voorlopige uitslag. Nou, normaal tellen doe je eigenlijk alles, dus ook tot op kandidaatniveau op de avond zelf. Maar nu zijn we met uitgeruste teams op kandidaatniveau de stemmen aan het tellen. We hadden gehoopt dat we wat tijd zouden winnen. Nou, dat is tot nu toe nog helaas niet zo. We zijn benieuwd maar wat het ons gaat opleveren. Heeft u nog tactiek, teltactiek? Nou ja, we beginnen met een lijsttrekker. Die leggen we apart en dan gaan we het uitsorteren. Jullie hebben even pauze? We hebben het eerste stembureau geteld, die van Koedijk. En ja, dat waren maar 127 stemmen. Het is een heel klein bureautje. En daar heb ik gisteravond ook geteld. Maar de bedoeling is dat u lekker uitgerust bent. Ja, nee, dat is goed gelukt. Ja, dat was ook zo. Ja, nee, prima. Ja, we hebben er zin in. Helder van geest en ziel. Hè? Ja, zo werkt dat.